Dag dokter. Dag Kaar. Wie schreef het boek van de liefde? De Kama Sutra, bedoelt ge? Langs voor, langs achter, opzij, naar boven, naar onder, waar alles beschreven staat. Wel, dat schreef Kama en Sutra. Ik had het eigenlijk over het liedje van de Monotones. Ah, die, wat is er van die pipo's? Ah, wel, zij hebben de Book of Love geschreven. Ah ja. Want in Don McLean zijn liedje American Pie zingt hij Did you write a Book of Love? En het antwoord is nee, het waren de Monotones. Ah wel ja, de Monotones schreven die American shit. Er zijn ook boeken geschreven, hè. Piet Aspe heeft ook boeken geschreven. Maar hij is, spijtig genoeg, overleden op 1 mei, de dag van de arbeid. Heeft hij gezegd, ik werk niet meer. Gedaan. Ze mogen allemaal de pot op. En hij is de pot afgegaan. Was hij 69? Hij was 69, 69. Hij had al lang problemen met zijn tikker. Het is hem fataal geworden, want niemand heeft het eeuwig leven, behalve Elvis. Elvis zal altijd bestaan. Wat kunt je mij dus vertellen over American Pie van Don McLean? Daarin beschrijft hij een meisje dat deelneemt aan de wedstrijd om de Amerikaanse schoonheidskoningin te worden. En daarin heeft hij het ook over de dood van 3 iconen van de populaire muziek. The Father, Big Bopper, The Son, Richie Valens en de Holy Ghost, Buddy Holly. En over Buddy Holly heb ik hier zo'n verzameld werk. Die, zoals je weet, gekend was van zijn grote hit Peggy Sue. Maar hij heeft er ook nog andere gemaakt, That'll Be The Day. In That'll Be The Day zingt hij ook That'll Be The Day That I Die. En hij wist dan niet dat hem in een vliegtuigje zou kruipen. Maar laten we terugkomen op Don McLean. Don McLean zingt ook This Will Be The Day That I Die. Ja, Don McLean heeft een tribute, een hommage gebracht aan die 3 overleden collega's. Maar Don McLean heeft ook nog over andere doden gezongen. Hij heeft bijvoorbeeld gezongen over Van Gogh in Starry Starry Night. Van Gogh, de Hollandse schilder, die zogezegd zijn oor afgesneden had. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dat was geen zelfverminking. Een deel van zijn oor is afgesneden toen hij in een oerenkot in Valence in Frankrijk niet wou betalen. Ah ja, en dan hebben ze een stuk van zijn oor gesneden. Hij heeft nog geluk gehad dat ze geen stuk van zijn pietje gesneden hadden. Madonna McLean had beide oren. Hij had beide handen, waarmee hij heel goed gitaar speelde, vooral picking. En hij had ook beide voeten, waar hij met ene voet op een voettrommel stampte. Hij begeleidde zichzelf. Het was eigenlijk een orkestman. Een one-man band, noemen ze dat. Een one-man band, dat was een lieke van die zong You Know I Can Dance, You Know I Can Dance. Zijn naam ontsnapt mij, maar je kunt dat terugvinden. Het trio dat overleden is, dat is niet de enige referentie die in dat liedje zit. Ah, daar zitten verschillende referenties in. Daar zit zelf referenties in over corona. Ah ja? Ja, hij zingt over de kroon ergens. Dus kroon, corona. The jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean. Die zich op heel jonge leeftijd kapot gereden heeft. Die jongen die had nog maar pas zijn rijbewijs gehaald. En hij reed 90 mijl per uur. Dan is dat normaal dat je uit de bocht vliegt. Nee. De king heeft een crown, corona. Alles past gelijk een bus. De king is JFK. En droeg die geen kroon, zeker? Maar nee, want hij was geen koning, hij was president. De president is meer dan een koning, want hij is verkozen door het volk. Dus zijn kroon mag dan virtueel zijn. Corona is ook een virtuele virus. Het klopt allemaal. In de zin, de jester sang for the king and queen. De king en queen zijn JFK en Jackie O. Maar weet jij wie de jester is? De jester? Ja. Bob Dylan. Ja, die heeft... Bob Dylan, die bestaat niet, hè. Dat is Robert Zimmerman. Zimmerman, dat zijn die met hun, die Rabbi Jacobs, die zo dansen en springen, hè. Is dat de echte naam van Bob Dylan? Dat is Robert Zimmerman, natuurlijk. Je denkt toch niet dat iemand Bob Dylan heet. Dat was naar de schrijver die On The Road geschreven heeft. Dat was de schrijver van The Beat Generation. En Robert Zimmerman heeft zich naar Dylan genoemd. Dat wist ik niet. Ah ja, dokter Joseph, die weet dat. Heeft hij zich niet genoemd naar Karel Dille? Nee. Karel Dille zou dat nooit gewild hebben. Nooit geen Jood die de naam Karel Dille zou mogen dragen. Nooit. Oké. Langs de andere kant had hij het gevraagd
aan Philip de Winter. Dat is een vriend van de Joden. Daar zou dat geen probleem geweest zijn. Ja, maar Bob de Winter klinkt zo goed niet. Is toch een mooie naam. Er is zelf een zanger geweest die Winter heette. En die trad op in de zomer. Hij zingt op een bepaald moment de woorden Easy on the Grass. Is dat toevallig een referentie naar iets? Dat is een referentie naar het golfspel. Dat gespeeld wordt op gras. Ah, zo. Hij ja. zegt, ik ga een put doen met mijn stick in het gras. Hij gaat een balken slaan. Meer moet hij niet achter gezocht worden. Het zijn alleen maar de mensen die een verdraaide geest hebben, die daar wiet achter zoeken of drugs en zo. Nee. Gras is gras. Zoals hooi, hooi is. En stro. Wat vinden van het nummer? Zijt je fan? Het nummer is heel lang, maar ik heb het hem live weten doen. En dat is fantastisch. Op z'n alleen speelde hij een heel orkest. Met die versnellingen daarin, die vertragingen, die opbouw. Formidabel. Ik denk dat Lady Gaga, of was het Madonna? Ik verwissel altijd die twee. Ze zijn alle twee even lelijk. Eén van de twee heeft een versie gemaakt van American Pie. Dat natuurlijk op niks trok. Hè? Ik denk dat Madonna was. Het zou kunnen Madonna geweest zijn. Het was een trutterige versie. De versie van Eddie Wally was veel, veel beter. Oké, dank u wel voor deze les. De volgende keer leren we u de rij van Fibonacci. Fibonacci. We hebben nog pinten gedronken hier op de hoek. Maar hij was grappiger zat als ik, want hij kan er niet zo goed tegen.